een feestje van maken? Ja! Ja, dat is mooi dat jullie er allemaal zo'n zin in hebben. Want ik heb ook heel veel zin in. En ik weet zeker dat alle medewerkers er ook heel veel zin in hebben. Hebben alle medewerkers er ook zin in? Ja! Ja, dat is helemaal mooi. Dan gaan we er met z'n allen een super groot feest van maken. En vandaag beginnen we hier. In kroketten voor scholieren. Wie heeft er zin in een kroket? Ja, één probleempje. Kroketten voor scholieren is nog niet geopend. Dus ik weet nog niet of we al een kroket kunnen bestellen. Maar ik denk dat ik wel weet wie hem kan openen. En dat is Chris. Waar is Chris? Chris, 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 Chris. Hallo, 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 hallo. En welkom bij Kroketten voor Scholieren. De geweldige opening van mijn nieuwe snackbar. Vorig jaar hadden we natuurlijk de kapsalon. En dit jaar hebben we het kroketje. Kapsalon is niet helemaal goed uitgepakt. Het zijn bepaalde mensen met rare kapsels. Je kan er naar achteren kijken, staan een heleboel medewerkers met hele rare kapsels. Is helemaal misgegaan. Vandaar de Kroketten voor Scholieren. Nou, heb ik natuurlijk weer twee studenten, net zoals elk jaar. Heb ik een Nicole en een Vicky. Ta-da-ta-da-ta-ta-ta. Nicole en Vicky. Ja hoor, mijn medewerkers van vanavond. Heer. Ik ga dus even dat event al aanhangen, want je, zoals je ziet, er staat behoorlijk wat rum in dat ding. Als dat maar goed komt vanavond, ik denk wel dat ik een homo heb. Super, zeg. Voordat we mijn tent gaan openen natuurlijk, hebben we zo'n hele mooie man nodig. Zijn jullie nou voor jullie allemaal? Wat moeten jullie mensen willen? Help me even. Goedenavond en welkom bij Kroketten voor Scholieren. Hartstikke fijn. Welkom en fijn dat ik hier mag zijn. Ja, zeker. Ik kreeg al plek. Ja, ik ook. Ja. En ik zie al de kinderen die hebben waarschijnlijk ook honger. Of nee, wie heeft de honger? Genoeg. Nou, dat was goed. Dat wordt goede omzet. Nou, we gaan er mee. Maar ik zag achterin ook een paar handjes, die hadden ook honger. Ja. Heel veel mensen hebben heel veel mensen honger. Daar zijn we blij om. Ja, je hebt twee keer mensen nodig om te komen eten. Ik heb twee mensen nodig om te eten. Ik heb natuurlijk Nicole en Vicky en die willen nou, natuurlijk gewoon hallo. Voor de jongens gaan zorgen of meiden. Maakt niet uit. Alles is welkom. Heb je iemand op het oog? Of heb je zo gewoon iemand die heel veel honger heeft? Nou ja, als je maar lekkere trek hebt, dat is alles. Lekkere trek. Ah, lekkere trek. Laten we eens gaan kijken. Oh, een beetje eten. Wie heeft er lekker trek? Nee, je hoeft er niet meer van te groeien. Ja, ook niet. Zo. Lekker trek. Hé, geen trek. Ja, pakken. Ja, die hebben we gegeten vandaag. Die hebben we gezien. Zo. Jij ziet er wel uit alsof je honger hebt. Zo. Oh, ja, verstopt je. En dat zijn honger. Nee. Even kijken hoor. Die zijn er ook wel goed op. Zo, nou dat ben ik wel blij om dat jij twee gasten hebt uitgenomen. Want ik heb echt, moet je kijken, hij staat echt rood gloeiend op. Wow. Ja hoor. Zo, lekker warm is dat ding. Die doet het heerlijk warm. Ik ben er blij om. Ben je nog één staartje? Heel belangrijk, altijd je schoenen uit als je naar de stelling gaat. Ja, je kan het uit doen. Dat kan. Dit is een snackbar, hier kan alles. Lekker je schoentjes uit. Ja hoor, voel je thuis. Lekker schoenen ja, hoor. Vind op, vind je goed? Hoppakee. Jens? Eet zo hard aan jongen, dat je er van groeit. Ja, dat is sowieso. Meneer, dat jongen, jawel, kom wel. Wat voel je normaal goed doen deze avond? Oké. Zijn jullie er klaar voor?
Als je het weet, steek je gewoon je hand op. Ga ik kijken wie er als eerste is. Nou, daar komt hij hoor. Hoe lang is de XXL frikandel? Ik zag een twijfel en ik ben dol op twijfels. Hoe lang is een XXL frikandel? Wat hebben we nodig om de frituurpan warm te krijgen? Aan de binnenkant, hè? Zo. Nou, deze staat al behoorlijk warm, Therese. Zo, nou, die is behoorlijk warm. Maar wat hebben we daarvoor nodig? Hint, hint. Wat hebben we nodig? Vet. Ik hoor hem al, we hebben vet nodig. Dus als je een beetje frituurvet over hem heen doet, lekker warm, lekker lekker. Zo, even, hoppakee. Een beetje frituurvet. Nou, kan wel een beetje extra hoor. Frituurpannetje moet vol zitten, hè? Zo, lekker. Oké, dan gaan we naar de volgende vraag. Wat maakt peterselie, zeg ik dat goed? Nee, wat maakt pestosaus groen? Nou, nee, wacht even. De pesto. Nee. Peterselie. Nee, het is basilicum. Nou, dan gaan we naar de volgende etappe. Oh, hij mag trouwens een lichte olielaag. Oké, en wat gaan we hebben, Sven? Wat is de volgende stap? Net wat wij natuurlijk iets willen gaan bakken. Wat gaat erin? Tartjes. Er gaan tartjes in. Nou, dat doen we even zo. Oké, dan de volgende vraag. Welke snoepgoed in Frankrijk wordt Barba Papa genoemd? Nou, dat mag jij een keer als eerste. Oeh, bijna goed. In. Bijna goed. Nou, dat hadden ze bijna goed. Nou, wat krijgen we als de patatjes in de pan zitten? Zout. Een beetje zout eroverheen. Heerlijk. Heerlijk, een beetje strooisel over de rest van de pan. Nou, dit wordt een lekker patatje hoor. Oké, het volgende vraag. Vanaf de pad gaan we er wat op doen. Ik ga het eens even vragen wat voor patatje we willen. Als je een patatje neemt, wat voor patatje neem je dan? Wij nemen curry. Ja, patatje curry. Heerlijk. Kan gewoon. Lekker erop. Patatje curry. Ja, patatje curry. Oké, volgend vraagje. Iedereen kent dit antwoord natuurlijk. Hoe wordt een patatje genoemd met aan twee kanten een frikandelletje? Daar komt ie hoor. Speciaal. Bijna goed. Het is bijna een patatje speciaal. Is wel heel speciaal. Geen idee. Het is een waterfiets. Nah. Je kan het allemaal opzoeken zijn. Op de antwoord. Een patatje waterfiets. Nou, als we de curry hebben gehad, dan doen we er nog wat extra bij. En wat is dat? Mayonaise. Doet er maar een beetje mayo op, want dat is lekker. Kijk, dit is mayo voor jullie. Hoppakee. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Nou, er zit bijna niks meer in. Maar het is wel een lekker patatje al aan het worden. Oké, de volgende vraag. Van welk merk is het merk Fanta? Coca-Cola. Nou, is heel enthousiast. Coca. Zijn we het alle twee goed? Ja! Nou, dat is wel. Ik ben wel trots op je. Dat wist ik niet meer. Wat was het eerste magnetron-maaltijdje? Curry, mayo, en ketchup. Heb jij maar mij zitten danken, dan ga je een lekker patatje uit. Hoppakee, aan jou hè, een lekker patatje. Oké, en dan komt er weer een volgend vraagje. Welk drankje wordt ook wel de witte motor genoemd? Nee, dat zit in ieder geval niet. Geen
Dat is ook geen idee. Is er iemand die weet welk drankje de witte motor wordt genoemd? Witte wijn. Nee. Wil jij ook wat over jou? Wie weet het? Witte motor. Op. Niemand achterin, kookstaf. Wat wordt witte motor? Niemand? Melk. Melk. Melk is goed voor elk. Hey. Oké, okay, dan hebben we alles gehad. En om er een lekker speciaaltje van te maken, gooien we er natuurlijk een beetje uitjes op. Uitjes gedaan, een lekker uitje erbij. Dat kan wel. Oké, okay, op welk snoepgoed stond de allereerste streepjescode? Stel af en toe wel even op je pan. Anders gaat het niet goed, hè? We gaan alles in de grond. Zo, hoppakee. Mannen zullen wel een beetje op je pan letten daar zijn. We zitten er wel een beetje vrij uit. Hoppakee. Uit welk land? En dat is echt de bonusvraag. En dan maken we van het patatje maken we stiekem een boterham. Want het zijn echt twee worsten die hiervoor op het podium zitten. Uit welk land komen de poffertjes? En we gaan even aan die kant beginnen, want het is niet leuk als we aan de andere kant beginnen. De poffertjes komen uit. Wat jammer. Het is wel grappig. Ierland. Nee, de poffertjes komen uit Frankrijk. Nou, maak er maar een lekker broodje van hoor, van de jongens. En dan wil ik natuurlijk als finish in touch op die ontzettend lekkere boterhammetjes. Zo. En dan wil ik natuurlijk voor deze jongens een ontzettend groot applaus. Want die hebben het allemaal gedaan dit jaar. Hoppakee. Oké, dank jullie wel. Daar gaan we nog even een feestje van maken.